Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non. Ei, in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Ze keken elkaar aan en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de hartstocht, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze wandelde in het park, in de prille lentezon. En 100.000 kussen kreeg de nozem van de non. Kreeg de nozem van de non. En zeker de juffrouw Jansen gluurde door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilde uit. En haar ogen puilde uit. Een zekere heer Pieterman zat op zijn balkon. Hij stond stom verbaasd van de reacties van de non. Van de reacties van de non. Leve de liefde, zei heer Pieterman galant. Maar juffrouw Jansen die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Daar dachten allen dat ze het maar verzonnen. Dus belden ze de kapelaan en verklikten de non. En verklikten ze de non. Kijk, zei de kapelaan, dat is nou echt weer duivelswerk. Zo gauw ik er niet bij ben, beduvelt hij de kerk. Dan beduvelt hij de kerk. In zulke dingen, zei hij, ben ik hard als beton. Ik stuurde de politie op het dak van de non. Van de nozem en de non. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. De non en de nozem gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Want ze liepen namelijk zomaar in het gras. En de politie zei dat dat verboden was. Dat het gras verboden was. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon. Eindigde de liefde van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Volgens de kapelaan is dat nou echt niet waar. Volgens mij is nogal raar.